Dit verhaal gaat over Willem van Oranje. Willem van Oranje is een van de bekendste figuren in onze vaderlandse geschiedenis. Hij werd geboren in Duitsland als zoon van de graaf van Nassau. Zijn vader werd Willem de Rijke genoemd, niet omdat hij zoveel geld had, maar vooral omdat hij heel veel kinderen had. Zijn moeder heette Juliana van Stolberg. Samen hadden ze 17 kinderen. Een kasteel vol. Onze Willem was de oudste uit het tweede huwelijk. De grafelijke familie woonde op het kasteel te Dillenburg. Het was natuurlijk een drukte van belang met al die kinderen. Maar het was natuurlijk ook heel gezellig. Willem had een fijne jeugd, te midden van zijn broertjes en zusjes. En af en toe, als hij rust wilde, ging hij maar even vissen. Was het in het land net zo rustig als bij Willem thuis? Nou, bepaald niet. Tot voor kort was er één geloof in Duitsland. Het katholieke geloof. Maar er was ook heel veel kritiek op dat geloof. En dat kwam weer door de uitvinding van de boekdrukkunst en dat veel meer mensen konden lezen. We zagen dat in de Bijbel soms hele andere dingen stonden dan dat de bisschop en de geestelijke hun vertelden. Een van de mensen met veel kritiek heette Maarten Luther, een Duitse monnik. Hij had wel 95 punten van kritiek. Hij schreef ze op en spijkerde dat op de deur van de kerk. Er werd ook een boek van gemaakt en heel veel mensen gingen dat lezen. Veel mensen in Nederland en Duitsland waren het eens met Luther en werden aanhanger van zijn geloof. Dit noemen we het begin van de Reformatie. De vader en moeder van Willem waren ook overgegaan tot het geloof van Luther en zo werden de kinderen ook opgevoed. Toen Willem 11 jaar oud was, kwam er op een dag een boodschapper met grote haast in de richting van het kasteel in Dillenburg. Hij kwam met een heel belangrijke boodschap. Vlak bij het kasteel gaf hij zijn paard voor de laatste keer zijn sporen. De boodschapper bonsde op de deur en werd binnengelaten bij de graaf en de gravin. Hij kwam belangrijk nieuws brengen. Het nieuws zou voor alle kinderen een grote verandering betekenen. Maar vooral voor Willem. Zijn moeder neemt hem apart en vertelt wat er gebeurd is. Willem, luister jongen. Jouw neef René is dodelijk getroffen door een kogel. Hij heeft geen kinderen en daarom heeft hij in zijn testament al zijn bezittingen aan jou nagelaten. Oh, had hij dan veel bezit? Ja, neef René was heel rijk. Hij heeft heel veel gebied en kastelen in de Nederlanden en ook nog in Frankrijk. Hij mocht zich prins van Oranje noemen. En is dat allemaal voor mij? Ja, jongen, jij mag je straks ook prins van Oranje noemen. Ik een prins? Jazeker, er is echter één probleem. De keizer, Karel de Vijfde, moet het goed vinden. En dat wil hij wel doen, maar dan moet jij bij hem komen wonen en je moet katholiek worden. Moeder, ga jij dan met me mee? Nee, lieve Willem, je moet alleen gaan en ik moet hier blijven. En zo gebeurde het. Keizer Karel was een machtig man en regeerde over een groot rijk. De 11-jarige Willem was nu een heel rijke prins. Maar hij moest nu wel weg bij zijn vader en zijn moeder. Op weg naar het Hof te Brussel. Daar werd hij door Karel de Vijfde hartelijk ontvangen. Willem was nu in één klap de rijkste edelman in de Nederlanden. Vanaf nu was hij niet langer meer Luthers, maar werd hij katholiek. Hij kon met keizer Karel goed opschieten. Alleen met de zoon van de keizer, Philips, ging het wat minder goed. De keizer was vaak van huis omdat hij zijn grote rijk moest verdedigen. En Willem werd een van de belangrijke bevelhebbers voor de keizer. Philips, de zoon van de keizer, was in Spanje opgevoed en sprak helemaal geen Nederlands.
Hij voelde zich hier ook niet thuis en wilde het liefst zo snel mogelijk terug naar Spanje. Philips was streng gelovig katholiek en hij wilde de aanhangers van een ander geloof streng bestrijden. Dat zijn ketters. En Willem genoot steeds meer van het leven als prins van Oranje. Het leven aan het hof beviel hem wel. En bij hem thuis in Breda gaf hij geweldig grote feesten. Op sommige dagen had hij dan wel meer dan 160 gasten. De keuken was altijd gevuld en de wijn vloeide rijkelijk. Hij gaf heel veel geld uit. Enkele keer zat hij wat krap bij kas, dus ontsloeg hij 28 koks tegelijk. En niemand van de gasten heeft ook maar iets gemerkt. Toen hij 18 was, trouwde hij met Anna van Buren en hij werd nog rijker dan hij al was. Hij was nu de belangrijkste edelman in de Nederlanden. In 1555 volgde er een grote verandering. Keizer Karel was moe. Heel zijn leven had hij de ene veldtocht naar de andere gedaan. En hij wilde nu stoppen. Hij deed afstand van de regering en trok zich terug in een klooster. Zijn zoon Philips volgde hem op. Philips wilde het liefst zo snel mogelijk terug naar Spanje. Maar dat ging niet, omdat Frankrijk en Spanje nog in oorlog waren. Hij moest nog 4 jaar wachten tot er een vrede werd gesloten. Philips zag dat er steeds meer aanhangers kwamen voor het nieuwe geloof. Er was weer een nieuwe hervormer gekomen. Zijn naam was Calvijn. En Calvijn kreeg heel veel aanhangers in de Nederlanden. Dit zijn allemaal ketters en ik ga ze streng vervolgen. En dat gebeurde ook. Maar ondanks de strenge vervolging gingen steeds meer mensen over naar het hervormde geloof. Ze hadden natuurlijk nog geen kerk, maar ze hielden gewoon een kerkdienst in de open lucht. Dit noemen we een hagepreek houden. In 1559 kon Philip eindelijk vertrekken. Hij nam afscheid van de Nederlanden en zou er nooit meer terugkeren. Philips benoemde zijn halfzuster Margaretha van Parma tot landvoogdest der Nederlanden en Willem van Oranje werd stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Het afscheid was niet echt hartelijk. De band tussen Philips en Willem was duidelijk minder geworden. Hoe gaat het verhaal verder? Kijk daarvoor naar deel 2. Willem van Oranje, leider van de opstand. Wat hebben we gehoord in deel 1? Willem is een gewone adellijke jongen, zoon van de graaf van Nassau. En op zijn 11e kreeg hij een heel grote erfenis. Hij moest wel op zijn 11e ook van huis, want Karel de Vijfde, de keizer, wilde dat hij katholiek zou worden opgevoed. Willem wordt katholiek en is gelijk schat hemeltje rijk in de Nederlanden. In 1555 doet Karel de Vijfde afstand van zijn troon en zijn zoon Philips II volgt hem op. Philips II gaat weg uit de Nederlanden en hij benoemt zijn halfzus Margaretha tot landvoogdes. De eerste vrouw van Willem is jong gestorven. Willem sluit zijn tweede huwelijk. Zijn tweede vrouw heet Anna van Saxen. Het aantal Calvinisten is in de loop der tijd enorm gegroeid en ze houden steeds vaker bijeenkomsten in de open lucht. Philips eist van zijn zus, Margaretha, dat zij de Calvinisten, ketters in zijn ogen, streng vervolgt. De vervolging is inderdaad heel streng. Veel ketters vinden de dood op de brandstapel. Willem van Oranje vraagt Margaretha om meer ruimte voor mensen die anders over het geloof dachten en dat de vervolging zou stoppen. Maar Philips wilde absoluut niet toegeven en eiste nog strengere vervolging van andersdenkenden over het geloof. De spanningen liepen op. Sommigen riepen op tot gewapend verzet. Willem van Oranje adviseerde om de landvoogdes te vragen om verzachting van de vervolging. En op 3 april 1566 trok een lange stoet edelieden Brussel binnen. Zij vroegen om bij de landvoogdes te worden toegelaten. Ze mochten naar binnen en het smeekschrift werd voorgelezen. Een van haar raadslieden fluisterde: "Ce ne sont que des gueux." Dat betekent: het zijn maar bedelaars. Maar de opmerking was gehoord. En de edelieden namen de naam over en noemden zich geuzen. Het werd een erenaam.
Veel Calvinisten hadden moed geput uit deze gebeurtenis en gingen vaker en vaker naar haren preken. En ze namen ook steeds vaker wapens mee. Daar kwam nog bij dat veel mensen bijna niets te eten hadden. En toen, in augustus, sloeg de vlam in de pan. 3 dagen lang raasde er een storm over ons land, een beeldenstorm. Meer dan 400 kerken werden geplunderd, kapotgemaakt en kapotgeslagen. De orde was binnen een paar dagen weer hersteld, maar dat was voor Philips niet genoeg. Hij stuurde zijn beste legeraanvoerder, de hertog van Alva, om de ketterij te onderdrukken en zijn absolute gezag te vestigen. Alva kwam met een rood leger en stelde met harde hand enkele voorbeelden. Willem van Oranje had de komst van Alva niet afgewacht. Hij vluchtte naar Dillenburg in Duitsland. Hij was zijn land en bezittingen kwijt. Alva regeerde nu in Brussel. Hij liet 2 vrienden van Willem van Oranje, de graven Egmond en Hoorn, gevangen nemen. De graven werden kort daarna terechtgesteld. En Alva ging verder. Hij richtte een raad van beroerten op. Deze raad werd door de bevolking de bloedraad genoemd, omdat ze zoveel mogelijk ketters wilden oppakken en veroordelen. Duizenden vluchtelingen verlaten het land. Willem van Oranje neemt nu het besluit om terug te vechten. Zijn broers, Jan, Adolf, Lodewijk en Hendrik, steunen hem. Er is echter 1 probleem. Willem heeft geen geld meer om een leger te huren. Als je in de 16e eeuw wilde vechten, dan moest je geld hebben om een leger te kunnen betalen. Er zat niets anders op om een deel van zijn bezittingen te verkopen. En toen dat gebeurd was, opende hij de aanval op de legers van Alva. En hiermee begon in 1568 de 80-jarige oorlog. In de provincie Groningen bij Heiligerlee werd een veldslag geleverd. Helaas sneuvelde zijn broer Adolf. De prins zelf opende de aanval in het zuiden. Hij trok langs de Maas en probeerde die over te steken. Dat lukte, maar Alva weigerde slag te leveren. Hij wist dat de prins bijna geen geld meer had. En geen geld, dan zouden ook zijn soldaten verdwijnen. En dat gebeurde ook. De soldaten liepen 1 voor 1 weg en gingen op eigen houtje plunderen. Willem van Oranje moest met nog een paar 100 man zo snel mogelijk in Frankrijk zien te komen om te ontsnappen aan Alva. Alva was heer en meester in de Nederlanden. Zou het ooit lukken om hem weg te jagen? Willem trok zich weer terug in Dillenburg. Hij had geen geld meer en hij had geen leger meer en hij had ook te weinig steun. De steden in de Nederlanden durfden niet in opstand te komen tegen Alva. Als dat wel gebeurde, werden ze streng gestraft. Veel vluchtelingen waren de zee opgegaan. Zij noemden zich watergeuzen en zij steunden Willem van Oranje wel. Alva regeerde ondertussen met harde hand. Hij verhoogde de belastingen, want ook hij had geld nodig om zijn leger te kunnen betalen. Deze maatregel van Alva leidde tot heel veel woede. Moesten ze mee gaan betalen aan hun eigen onderdrukking? In het geheim werd contact gezocht met Willem van Oranje. En soms helpt het toeval een beetje. De watergeuzen gedroegen zich als echte zeerovers. Af en toe vielen ze een stad aan en ook Spaanse schepen waren niet veilig. Ze hadden hun thuishaven in Engeland. Maar Elisabeth, de koningin van Engeland, wilde geen oorlog met Spanje. En Elisabeth stuurde de watergeuzen weg. Ze hadden wat last van tegenwind en zo kwamen ze in de monding van de Maas terecht, in de buurt van het stadje Brielle. De inwoners van Brielle zagen ineens een heleboel schepen voor hun stad. Waren dit koopvaardijschepen? 1 inwoner, veerman Koppelstok, dacht dat het misschien de watergeuzen waren en hij wilde wel contact met hen opnemen. Hij roeide naar het grootste schip en vroeg naar de admiraal. Veerman Koppelstok kreeg de opdracht terug te roeien en mee te delen dat de watergeuzen bereid waren de stad te verdedigen tegen Alva en zijn soldaten. De onderhandelingen beginnen, maar veel inwoners vluchten alvast. Ze zijn bang voor de watergeuzen. Na 2 uur onderhandelen is er nog geen besluit en de watergeuzen rukken op. Na een korte strijd werd de poort ingeramd
en stonden de watergeuzen in de stad. De ene watergeus wilde de stad plunderen en in brand steken. De ander zei, nee, laten we hem behouden voor de prins. En zo gebeurde het. De stad werd in staat van verdediging gebracht en de prins werd bericht. Alva hoorde het bericht en zei, no es nada, het is niks. Maar daar vergiste hij zich in. De ene na de andere stad in Holland en Zeeland verklaarde zich voor de prins. Maar ook buiten die provincies in het zuiden en oosten, steden als Mechelen, Zutphen, Naarden, Deventer, allemaal waren ze voor de prins. De prins was met een leger in het zuiden, maar door geldgebrek moest hij dat leger ook weer afdanken. De prins besloot om zich naar Holland te begeven, zoals hij zelf zei, om er zijn graf te vinden. Wat is er allemaal gebeurd in deel 2? Ondanks de vervolgingen namen steeds meer mensen het Calvinistisch geloof aan. De spanning tussen katholieken en Calvinisten nam toe en in 1566 volgde de uitbarsting in de vorm van de beeldenstorm. Philips II was woest en stuurde Alva. Willem van Oranje vluchtte naar Duitsland. Samen met zijn broers probeerde hij Alva aan te vallen. Maar Alva was nu aan de macht en de vervolging werd strenger en strenger. Veel gelovigen eindigden op de brandstaan. Toen werd bij toeval de Briel veroverd en behouden voor de prins. Meer steden sloten zich erbij aan. De opstand begon nu echt. De reactie van Alva was ook echt. Hij wilde de opstandige steden streng straffen. Don Frederik, de zoon van Alva, kreeg de opdracht om de steden weer onder Spaans gezag te plaatsen. Eerst was Mechelen aan de beurt, toen Deventer, Zutphen en Naarden. Overal werd brand gesticht, geplunderd en gemoord. Toen was Holland aan de beurt. Het plan was duidelijk. De stad Amsterdam was in katholieke handen en steunde Alva. Als Haarlem veroverd zou worden, zou Holland in twee delen worden gesplitst. De Haarlemmers verdedigden zich dapper. Zelfs vrouwen en kinderen werkten mee. Een van de bekendste is Kenau Simons dochter Hasselaar. De stad Haarlem werd ingesloten. De Spanjaarden bestormden de muren. Met kokend water brandende takken werden ze tegengehouden. Toen besloot Don Frederik de stad uit te hongeren. En maanden later moest de stad zich overgeven. Het gebied van de opstandelingen was nu wel heel klein geworden. Het Spaanse leger besloot nu eerst het noorden te veroveren. De stad Alkmaar werd belegerd. De watergeuzen waren naar Alkmaar gekomen om te helpen de stad te verdedigen. Gelukkig konden de watergeuzen enkele dijken doorsteken. En het land rond Alkmaar stroomde helemaal vol. Het Spaanse leger moest vertrekken. We zeggen nu, bij Alkmaar begint de victorie. Dit was een bittere teleurstelling voor de Spanjaarden. Alva vertrekt, er komt een andere landvoogd. Maar de Spanjaarden geven het niet op. In oktober 1573 begint de belegering van Leiden. Leiden werd van alle kanten ingesloten. Geen bestormingen deze keer, maar uithongeren. Na een maand of vier begonnen de voorraden op te raken. Tot overmaat van ramp brak ook de pest uit. Willem van Oranje wist dat als Leiden zou vallen, eigenlijk de opstand mislukt zou zijn. Hele gezinnen stierven uit. De mensen aten gras en bladeren. De burgemeester biedt zijn eigen lichaam aan als voedsel. De dijken werden doorgestoken, maar de wind stond verkeerd. De toestand werd steeds wanhopiger. Toen, op 1 oktober, schoot de wind, aangewakkerd door de storm, de andere kant op. En het water joeg over de landen. Het Spaanse leger, bevreesd voor het water, trok weg. Het jongen had gezien dat er lichtjes waren en die wegtrokken.
Hij bood aan te gaan kijken. Hij kwam in het Spaanse kamp en alles was verlaten. Kort daarna kwamen de watergeuzen met hun platte schepen bij Leiden aan. Ze hadden zoveel mogelijk voedsel mee. En vooral haring en wittebrood. Op 3 oktober 1574 was Leiden bevrijd. Als dank voor de betoonde moed en het volhouden tijdens de bezetting kreeg Leiden een universiteit, de eerste in Nederland, dus de oudste. In hetzelfde jaar trouwt Willem van Oranje met Charlotte van Bourbon. Dan verandert de situatie. De opvolger van Alva overlijdt plotseling en de Spaanse troepen werden niet meer betaald. Spanje was bijna bankroet. De soldaten besluiten het zelf te halen. Plunderend en rovend trekken ze door de straten. Antwerpen en het land eromheen heeft er zwaar te lijden. Nu heeft ook het zuiden genoeg van de Spanjaarden. Mensen uit het zuiden en noorden, katholieken en protestanten, proberen het met elkaar eens te worden. Ze komen te Gent bijeen. In Amsterdam worden de katholieke burgemeesters afgezet en komen de Calvinisten aan de macht. De Nederlanden lijken weer één geheel te worden. Maar de vreugde is van korte duur. Philips II benoemt een nieuwe landvoogd, de hertog van Parma. Hij blijkt een slimmerik te zijn en bovendien een heel goed veldheer. Hij doet allerlei beloften aan de katholieken in het zuiden en weet hen te overtuigen trouw te blijven aan Philips II. In de zuidelijke Nederlanden wordt een unie gesloten, de Unie van Atrecht. De reactie in het noorden volgt onmiddellijk. De noordelijke gewesten sluiten de Unie van Utrecht. De gebieden zijn gescheiden. Eigenlijk zien we hier het begin van Nederland en België. Philips II gaf het noorden nog niet op. Maar daar moest eerst die verrader Willem van Oranje uit de weg worden geruimd. Hij sprak de ban uit over Willem van Oranje. Iedereen mocht Willem van Oranje doden. Hij was vogelvrij verklaard. En bovendien zou de moordenaar een landgoed en een zak met geld krijgen. Willem van Oranje verdedigt zich tegen alle beschuldigingen. En de staten in het noorden besluiten nu om Philips II af te zweren. Ze beschouwen hem niet langer als hun koning. De gevolgen blijven niet uit. In 1582 raakt Willem ernstig gewond bij een aanslag in Antwerpen. Zijn vrouw Charlotte de Bourbon verpleegt hem maandenlang. Willem herstelt, maar zijn vrouw is zo vermoeid van de inspanningen dat zij overlijdt. En dan in 1584, de prins woont nu in Delft. Hij is net voor de vierde keer getrouwd. Zijn vierde vrouw heet Louise de Coligny. Dan krijgt hij bezoek van een man genaamd Balthasar Gerards. Balthasar Gerards doet zich voor als een aanhanger van Willem van Oranje. Hij vraagt de prins te spreken. Hij mag na het middagmaal langskomen. Balthasar Gerards wacht hem op met 2 pistolen in zijn handen. Onder aan de trap wordt Willem neergeschoten. Een kogel in zijn zij en een kogel in zijn borst. Willem van Oranje is op slag dood. Balthasar Gerards wordt direct gevangen genomen en na vele martelingen terechtgesteld. Hoe nu verder? Willem van Oranje is dood. Hij was de leider van de opstand. Wie moest het nu doen? Zijn zoon Maurits is nog maar 17 jaar oud. De raadpensionaris Johan van Oldenbarneveld en leider van de Staten van Holland is een verstandig man. Hij zoekt hulp in het buitenland, met name in Engeland. Maar ook dat helpt niet echt. De toestand lijkt hopeloos. En dan keren de kansen. Maurits blijkt een goed legeraanvoerder te zijn. De stad Antwerpen valt in handen van Parma. Maar dat blijkt een voordeel te zijn voor Amsterdam. Veel Calvinistische kooplieden verhuizen naar deze stad. En de handel in Amsterdam ontwikkelt zich heel snel. Philips gaf het niet op. Hij wilde nu zowel Engeland als de noordelijke Nederlanden in één keer aanvallen. In 1588 stuurde hij een enorme vloot naar de Noordzee om dat doel te bereiken. Deze armada werd een verschrikkelijke mislukking. Maurits deed het goed. In 1590 volgde de verrassing van Breda,
maar dat verhaal komt later nog. Willem van Oranje ligt begraven in de Nieuwe Kerk te Delft. En in het museum Het Prinsenhof kun je de kogelgaten nog zien die gemaakt zijn bij de aanslag op hem.